Jos Geurts, we staan hier bij de Cas Spijkers Academie in Boksmeer. Hoe gaat dat precies in zijn werk op de Cas Spijkers Academie? Goed, op zich, hoe dat in zijn werk gaat. Nou, leerlingen hebben hier, zoals je ziet, twee keukens hebben wij tot onze beschikking. Leerlingen komen hier 's morgens om 10 uur. Als ze de lesdagen hebben, komen ze hier om 10 uur en dan heb je de eerste 2 uur theorie. Nou, wat hebben ze? Ware kennis. Helaas hebben ze ook nog wat talen, dus Engels, Nederlands en nog Frans. Rekenen hebben we en een stukje economie zit erin in hun lespakket. Dat hebben ze al in de ochtenduren. En dat is het minst leuke deel, vinden ze over het algemeen. Dan willen ze wel eens te laat komen, maar ze komen meestal toch wel graag naar school toe. Het middengedeelte vinden ze meestal het leukste, want dan is het praktijk. We hebben daar twee onderscheiden in. We koken hier voor beneden, voor het restaurant koken we dan, voor gasten. Gemiddeld 30 tot 40 gasten. Leerlingen bedenken zelf hun eigen menu en koken dat ook op die avond zelf. De andere groep die gaat dan inderdaad een practicumles volgen. En dat kan altijd eens een gastdocent. In dit geval hebben we Kees Helder inderdaad. Die kookt voor vanavond en een soort practicum met praktijkavond verweven. Nou, om welke leerlingen gaat het? Welke leerlingen? Wij zijn eigenlijk op zoek naar leerlingen die inderdaad de passie hebben voor het vak. En passie met het vak bedoelen we inderdaad het koken echt als hun leven zien eigenlijk. Dat is een basis voor ons om te kunnen. Dus hoeven niet per se in een sterrenzaak te werken, want het wordt wel gezegd, je moet een sterrenzaak werken. Wel heel belangrijk, maar dat zien we ergens meer na het eind van de opleiding, is dat wel belangrijk voor hun. In het begin is vooral passie, beleving en dan kijken van wat vind ik leuk en welke kant ga ik op in de horeca. Maar het zijn leerlingen die inmiddels al bijna fulltime werken? Het zijn allemaal leerlingen die inderdaad een baan hebben, als leerling werken, ergens in een bedrijf. Nou, we hebben leerlingen uit het diepe zuiden, oftewel Maastricht, tot Zwolle. Tot ergens in het westen. En ze werken allemaal, ja. Hoe lang is de Cas Spijkers Academie al actief hier in Boksmeer? In Boksmeer, volgens mij, als ik het goed bedenk, volgens mij een jaar of 7, 8 in totaal. Eerst en hier in het gebouw, in de Weijer? In de Weijer zitten we nu een jaar. Ja, een jaar. Is het bekend hier in de omgeving? Wordt er veel gebruik van gemaakt? Komen veel mensen hier eten bij de Cas Spijkers Academie? Tot nu toe, ik zit hier nu, moet ik zeggen, in de eerste half jaar van dit schooljaar. En tot nu toe hebben we bijna iedere avond is het vol geweest. En wij koken 2 avonden in de week, dus de maandag en de dinsdagavond. De andere avond kookt de koks van de wijk koken dan zelf. Is het menu dan bekend van tevoren? Nou, het menu is wel bekend bij ons, maar niet bij de gast zelf. Nou, de gast geeft gewoon aan van wat hij niet wil. Het is altijd één vast standaard menu. Of standaard menu. Nou ja, er zit een amuse zit erin, een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht. Leerlingen bedenken het zelf. Geven een week van de oren bij ons aan van dit kook volgende week. Hij is dan ook de chef en doet dan ook de bestelling. En we gaan naar beneden en ze overleggen dan op de dag zelf met degene die daar beneden staan, de bediening. En dan wordt ook de wijn- en spijscombinatie uitgezocht. Kees Helder, vandaag staat er een menu van u op tafel hier. Kunt u er iets over vertellen? Ja, de jongens hebben dus een gerechtje gekozen van coquilles en jacques. Kleine ringetjes van inktvis, een risotto met inktvis sap, hè, dus, en een beetje pesto. Het wordt een heerlijk gerechtje. Inktvisringetjes worden een keer gefrituurd en een keer gebakken. De coquille is rauw, een klein beetje gemarineerd. Op die manier is het een heerlijk fris voorgerecht. En wat is uw rol hier vandaag? Kookt u zelf mee? Ondersteunt u? Coacht u? Nou, ik coach en ondersteun. En als het echt nodig is, dan help ik een klein beetje koken. Maar het is om de jongens te motiveren. Om de jongens andere techniekjes bij te brengen. Zodat zij dus daardoor weer verder in het vak komen. Wat is nu uw belangrijkste tip als chef-kok? Dat ze de zaak goed moeten opruimen en heel strak moeten werken. Want dat vergeten ze. Ze denken dat ze kunnen koken, denken ze al. Maar ze werken in hun eigen rommel. En als je niet strak werkt, dan krijg je nooit een goed product. Dus jongens, zeg ruim je spullen op, zodat je overzicht blijft houden over wat je doet. En daar beginnen ze nu mee. Wat vindt u van het gerecht dat ze gekozen hebben? Is dat uw voorkeur ook? Ja, het zijn toch gerechtjes die dus vrij complex zijn. Dus voor de jongens een uitdaging om dat te maken. En ik vind dat een heel goede stap wat ze gedaan hebben. Dus ze gaan niet voor de makkelijke weg. Dus dat motiveert, vind ik. Blijft u erbij tot het eindresultaat vanavond? Natuurlijk, mijn naam staat er ook bij, zo gezegd. En morgen hetzelfde. Ik bedoel, als je ergens aan begint met die jongens, moet je ze dus blijven coachen en motiveren tot het laatste gerecht door is. En dan nog even evalueren van wat ze gedaan hebben. En daar leren ze van. Wat is jouw rol hier binnen de Cas Spijkers Academie? Ik ben ambassadeur sinds 2014. Ja. En dat is een rol dat je school vertegenwoordigt. De Cas Spijkers Academie in Boksmeer is een onderdeel van ROC Nijmegen. En daar ben je ambassadeur.
word je voor uitgekozen door Jean-Paul Bunschoten nog in die tijd. Dat heeft Jos Geurts nu overgenomen. En dan vertegenwoordig je school, dus je bent het gezicht van de school. En wat houdt jouw rol hier dan in? Mijn rol hier houdt in dat ik een leerling ben, gespecialiseerd kok. Ja. Niveau 4. Dat is mijn laatste periode in dit jaar. En dan ben ik klaar. En dan ga ik verder met mijn eigen onderneming. Ik heb sinds anderhalf jaar mijn eigen onderneming, twee jaar nu inmiddels. Your Personal Chef, eigen cateringbedrijf. En dat breid ik uit. Als je nu terugkijkt op de Kastspijkers Academie, jouw periode hier. Wat is je gevoel hierover? Zeer goed. Ik heb heel veel geleerd van de verschillende mensen uit het vak. Waaronder meneer Helder die nu achter ons staat te koken. Daar heb ik onwijs veel van geleerd in het onder koken, maar ook het ondernemingsplaatje. Ondernemen is ook iets wat verschillende koks graag willen doen. Calculaties, goed Nederlands, normale brieven sturen, nette e-mails sturen, dat is ook belangrijk. En koken uiteraard. Hoogtepunten van zo'n carrière op de Kastspijkers Academie? Hoogtepunten. Er zijn heel veel hoogtepunten geweest. Maar een van de hoogtepunten is denk ik toch wel de Culitop die we vorig jaar hebben mogen organiseren hier in Boksmeer. Wat uiteraard dit jaar ook weer is op 20 april. Dat is een van de hoogtepunten uit de carrière van de Kastspijkers Academie, denk ik.